ik heb helemaal shaky, gevoelloze benen. In deze Topdocs Top 3 opereren in een hart. Een slimme truc. En je hart in de achtbaan. Je vindt het doodeng. Of je vindt het helemaal geweldig. Achtbanen. Maar hoe je er ook ingaat, er gebeurt van alles met je lichaam. En dat ga ik testen. Hierin. Maar ons lichaam waarschuwt ons niet alleen als er gevaar is. Onze hersenen belonen ons ook als we iets gevaarlijks of spannends overleven. En dat doen ze door het stofje adrenaline uit te scheiden in het bloed. En dat zorgt voor een enorme kick, een lekker gevoel. En daarom wil je dus zo lang in die rij staan. Nou, Albert heeft duidelijk al veel adrenaline in zijn lichaam. Dit is een hartslagmeter. Samen met het apparaatje hier zo, kan ik dus in de gaten houden hoe mijn hartslag is. En aan de hand daarvan kan ik weten hoeveel adrenaline er in mijn bloed zit. Want hoe meer adrenaline, hoe hoger mijn hartslag. Oké, ik zet hem nu aan. Ik voel mijn hartslag nu eigenlijk al omhoog gaan. Daar ga ik! Hij is lekker. Hij is toch lekker. Nou, ik merkte die effecten wel hoor. Mijn hartslag ging omhoog. Ik ging helemaal hard ademen. Gillen natuurlijk. Pupillen wijd open volgens mij. Doodeng. Nou gaan we kijken wat deze hartslagmeter nou heeft opgenomen. Om te testen hoe dat nou zit met die adrenaline. Ik begin met een hartslag van 90 slagen per minuut. Dat is al hoger dan normaal. Want normaal heb je zo'n beetje 80 per minuut. En dan op het moment dat die kar de lucht ingaat, dan zie je gewoon mijn hartslag enorm omhoog gaan. En op het moment van die vrije val naar beneden is het 160, dubbel zoveel. Dat is hetzelfde als dat ik keihard aan het sporten zou zijn. En dan heb ik het overleefd, zeg maar. Dan zakt mijn hartslag weer. En dan zou je zeggen, klaar. Maar dan zit er een soort piekje achterna. En dat is dus wanneer het lichaam het gevoel heeft van, man, we hebben het overleefd. Poeh, kick. Maar nu weet ik dat ik het ga overleven. Wat doet mijn hartslag als ik er nog een keer in ga? Gaan we onderzoeken. Shaky, gevoelloze benen. Kijk, nu is er iets grappigs gebeurd. Mijn hartslag is minder hoog gestegen dan de vorige keer. Vorige keer was het meer dan 160. Nu is het 150 slagen per minuut. En hij zakt daarna. En die kick van die adrenaline, dat lekkere gevoel, zie je niet meer terug. Dus ik heb minder adrenaline gemaakt dan de eerste keer. En je ziet het ook wel aan mijn foto. Ziet er best relaxed uit. Het nadeel van zo'n adrenalinekick is dat je dus telkens op zoek wil naar nog spannendere dingen. Of in ieder geval andere spannende dingen. Om hetzelfde gevoel weer te krijgen. Ga dus nooit twee keer in dezelfde achtbaan. Hé, die lijkt me ook wel leuk. Slimme truc. Hoeveel is het? Oké, dus mijn hartslag is 70 slagen per minuut. Ja, netjes. Ja, toch? Ja. Maar ja, dat is best wel laag. Ik zit nu ook rustig, dus...
mijn hartslag in rust, maar om je hartslag iets omhoog te brengen, dat is niet zo moeilijk. Dat ga ik je laten zien hoe dat moet. Oké, kom Elbert, jij sporten ook. Toch? Oké, kom, we gaan het meten. 108 slagen per minuut. Wow, dat is gewoon 38 slagen per minuut meer, hè? Ja, door even te sporten gewoon. Ja, echt een minuutje. Maar weet je hoe je hem nou omlaag brengt? Gewoon afwachten, toch? Ja, oké, dat werkt ook, maar dat duurt heel lang. En ik heb ook een trucje waardoor het heel snel kan. Oké. Oké, moet je duim in je mond steken. Thuis ook, duim in je mond. En dan heel hard blazen op je duim. Heel hard blazen, heel hard blazen, heel hard blazen, heel hard blazen, heel hard blazen. Nu gaan we hem weer meten. Hij gaat hem meten, hij gaat hem meten. Ja. Nu gaan we kijken. Nou, ja. 72. 72. Dat kan niet zijn door alleen maar even uitrusten. Hoe kan dat dan? Ja, omdat je door die drukverhoging, doordat je zo hard perst, je een zenuw prikkelt. Die loopt die door je keel heen naar beneden, naar je hart. En die stuurt onder andere je hart aan. En kan dus het hart soort van opdragen om langzamer te gaan kloppen. Opereren in een hart. Je hart pompt 5 liter water, net zoveel als deze emmer, in 1 minuut door heel je lijf. En dat gaat met een snelheid van 11 kilometer per uur. Go! En dat is dus net zo hard als het Rago rent, hè? En dat doet allemaal je hart. Er wordt hier in een hart geopereerd. En je kunt je voorstellen, als een hart hard aan het kloppen is en je gaat erin snijden, dan spuit het bloed eruit. Maar dat gaat niet gebeuren dankzij een hele mooie ingenieuze machine, de hart-longmachine. En degene die bestuurt, Patrick. Goedemorgen. Patrick is perfusionist. Hij bedient tijdens de operatie de hart-longmachine. Daardoor blijft het bloed stromen terwijl het hart van de patiënt stil ligt. Wat ben je aan het doen? Ik wacht tot dokter Joost klaar is om de hart-longmachine aan te sluiten en dan kunnen we starten. De patiënt krijgt een nieuwe hartklem. Om dit te kunnen doen, wordt straks het hart stilgelegd. Daarom sluit de chirurg de hart-longmachine aan op het hart. Om dat te kunnen, moet je veel oefenen. En dat is precies wat Elbert nu gaat doen. Wow, wow, wow. Hart-longmachine. En hier het echt hart. Mooi, hè? Wauw. En hij klopt ook nog, man. Net als op de OK. En dit is een varkenshart, hè? Ja, klopt. Maar ja, nu gaan we dit hart opereren. En dan hebben we jouw hart-longmachine nodig. Ja. Daar staat hij. Oké, Elbert, hier zijn de slangen. Die gaan we aansluiten. Ja. Door deze slangen stroomt het bloed straks naar de machine en weer terug. Elbert gaat nu de slang rechtstreeks in de grote lichaamsslagader steken. Maar dat is niet makkelijk, omdat het hart nog steeds klopt. Oké. Ik zie dat hier een opening is waar ik doorheen moet. Ja. Deze laat ik hier iets los. Oh. Stop. Dit is gaaf. Hij moet dus een beetje... Kijk, zoveel druk staat er dus op. Oh, hou jij je vinger erop? Ja, ga er meteen in. Komt-ie. Ja. Oh, ja. Ik heb... Nee, ik zie het niet goed. Ik zie het niet goed. Wacht even nog een keer. Ik laat mijn hand er even op doen. Ja? Ja. Heb je hem? Ja. Ja, ik heb hem. Via deze slang gaat straks het bloed van de machine naar de patiënt. Hartstikke goed. Hij staat. Nu moet ik nou mijn vinger eraf halen. Ja, dan spuit het omhoog. Yep. We gaan hem weer klemmen. Klem. Waar ergens hier zo? Daar zo. Hartstikke goed. Oké. Dan hebben we nog deze. Ja. Door de grote klep heen. En met deze slang gaat straks het bloed weer naar de machine. En weer strak. Perfect. Op de operatiekamer heeft de chirurg hetzelfde gedaan met het hart van de patiënt. Maar dan gelukkig wel iets netter. Patrick kan de machine aanzetten. Wow, kijk, daar komt het aan, man. Het zuurstofarme bloed komt in het reservoir. Ja. Van het reservoir naar het kunsthart, die ik hierin kan stellen. En die gaat pompen? Pompt het naar de kunstlong. Er wordt zuurstof toegevoegd en CO2 is afvalstof afgevoerd. Hetzelfde als bij het ademen met je long. En vervolgens het zuurstofrijke bloed gaat via de onderkant weer terug naar de grote lichaamsslagader. En dat zuurstofrijke bloed ziet er ook echt helderder uit. Ja, klopt. Minder ja. Donkerrood. Ja. Ja. De functie van het hart is nu niet meer nodig, want de kunstlong en het kunsthart hebben het overgenomen. En straks kan dus dan dat hart stilgelegd worden om erin te kunnen opereren. Ik ga nu het hart stilzetten. De klem staat. De klem staat.
Patrick slaat nou een verlammende vloeistof door het hart lopen. Oh. Waardoor het hart stil gaat staan. Ja, hij gaat dan langzamer kloppen. Langzamer kloppen. Langzaam. Is het stil bij 300? Dus nu staat het hart stil. En dan heb je ongeveer drie kwartier tot een uur de tijd om de klep te vervangen. Het is zover. Het hart staat stil en de machine draait. Tijdens de operatie houdt Patrick de machine goed in de gaten. Hij kan nu zelf regelen hoe snel het bloed door het lichaam stroomt. Maar bijvoorbeeld ook hoeveel zuurstof er in het bloed komt en ook wat de temperatuur van het bloed is. Hey, en waarom zit je nou eigenlijk zo laag? We maken gebruik van de zwaartekracht. Ja. Dus we hebben alleen een pompje om het bloed weer omhoog te pompen richting de patiënt naar de grote lichaamsslagader. Ja. Maar om het bloed in de hart-longmachine te krijgen, gebruiken we de zwaartekracht. En daarom zit je dus laag? En daarom zit ik laag. En als de operatie klaar is, kan het hart weer op gang gebracht worden. Nou, dan schud ik nog een keer. Klem afhalen. Maximaal zuigen. Klem is af. Klem is af. Nou, dan gaan we kijken wat er met de ECG gebeurt. Kijk, er komt de slag. Ja, het hart gaat weer kloppen. Het hart van de patiënt pompt nu zelf het bloed weer door het lichaam. En Patrick zorgt ervoor dat al het bloed dat in de machine is achtergebleven ook teruggaat naar de patiënt. Het bloed wat goed genoeg is om terug te geven aan de patiënt, dat pomp ik in dit zakje. Oh ja. En dat geeft de anesthesiecollega dadelijk weer terug aan de patiënt via de infuus. Dat is cool, hè? Dus zo gaat er helemaal niks verloren? Zo gaat er niets verloren. Mooi werk, man. Cool. Dit was de Top Docs Top 3.